Na het beëindigen van haar relatie met Gio Toi heeft Jade Anna van Vliet een nieuwe liefde gevonden. Yvonne Koldewijer onthulde op haar juiste kanaal dat Jade aan het daten is met de bekende voetballer Kenneth Taylor. De breuk tussen Jade en Ciola, het sterrenkoppel onder de jeugd, werd in september aangekondigd, maar Jade's tranen lijken inmiddels opgedroogd te zijn. Volgens Koldewijer, die het nieuws via een inside spion bevestigde, waren Jade en Kenneth vorige week samen een weekendje weg naar Antwerpen. Kolderweijer beschrijft Kenneth als een echt goede jongen en noemt het koppel een enig setje. Opmerkelijk is dat Jade recentelijk de hele familie van Joe ontvolgde. Ondertussen heeft Joe Latoy ook een nieuwe liefde gevonden in de 21-jarige Lin Hermanissen. Joe stelde zijn nieuwe vriendin meteen voor aan zijn vlogpubliek. Lin, die Joe in Frankrijk ontmoette, had voor haar vertrek haar achtjarige relatie op pauze gezet. Dit verraste haar toenmalige vriend, die dacht dat het wel goed zou komen. Echter... Eenmaal in Frankrijk koos ze volledig voor Joe en dumpte ze haar vriend met een berichtje via WhatsApp bij haar terugkomst.